Kom maar. Kom maar. Kom maar, Al. Kom maar. Goed zo. Hé. Hey. Geeft dat lekker rust om hier te zijn met die beestjes? Zeker. Ik kan heel goed, zeker als de lammetjes er zijn, is het nog mooier. Dan ga ik daar op zo'n paal hangen en dan kan ik zo om een half uur, drie kwartier alleen maar naar de schapen staan te kijken. Dat geeft echt rust. En zit je dan niet te piekeren over operaties die maar niet komen? Nee. Dan gaat mijn bol helemaal leeg, mijn hoofd helemaal leeg en dan denk ik daar niet aan. Hoe lang sta je hier al bij de schaapjes dat je aan het wachten bent op een operatie? Eind 19, dus dat is 2 jaar. 2 jaar al wachten? 2 jaar al aan het wachten. Jan van Elst moet geopereerd worden aan zijn vergrote prostaat. Maar de operatie in het Nijmeegse CWZ-ziekenhuis wordt steeds uitgesteld, doordat het in het ziekenhuis zo druk is met coronapatiënten. In Nijmegen, maar ook hier in Ede. Goeiedag. Hoe is het u? Prima. Ja, gaat het een beetje komen nou? Ja. Het is weer druk hè, met covid-patiënten. Ja, het loopt op. De ziekenhuis ligt voor onze afdeling, begint weer vol te liggen. En we doen alles wat we kunnen, maar het is best pittig, zo af en toe. Wat maakt het pittig? Ja, gewoon de zieke mensen die naar de IC moeten. De angst die je nog steeds bij mensen ziet, dat is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar bijvoorbeeld. Het omkleden, het is lichamelijk soms best pittig. Het is best wel veel zweten en... Ja, en ook gewoon de extra diensten opvullen, collega's die soms uitvallen, die ook ziek worden. Of ja, het is wel pittig als ik heel eerlijk ben. Ja. Nou, u bent inderdaad van de koorts af, 35,7. Mooi. Helemaal goed. Bent u geschrokken van dat u zo ziek bent geworden van die coronabesmetting? Behoorlijk. Op een dinsdag heb ik gecontroleerd. En er was niks aan de hand en die vrijdag erop sloeg bij mij de longontsteking toe. Ik ben me helemaal doodgeschrokken. Dit had ik nooit verwacht. Patiënten die niet in het ziekenhuis terecht kunnen, wijzen vaak met een beschuldigende vinger in de richting van ongevaccineerden die de bedden bezet houden. Die vinden dat onterecht, omdat ze volgens hen een goede reden hebben om zich niet zomaar te laten prikken, zoals Eelco en Carola uit Culemborg. Ja, sport vaak of niet? Hoeveel keer per week ben je aan het sporten? Ja, ik probeer hem 3-4 keer in de week toch wel te gaan sporten, ja. Sportschool? Ja, sportschool, crossfit, hardlopen, kickboksen. Ja. Ja. Waarom doe je dat zoveel? Ja, toch ook wel om een stukje gezonder te blijven, ook in deze vervelende tijden. Wat ga je maken, Carola? Ik ga chop joy maken vanavond. Lekker groenten? Heerlijk, ja. Lekker een komkommertje erin, wat wortels, of een paprikaatje. En zelf gemaakt. Heerlijk. Ja. Ja. Hoe belangrijk is voor jou voeding? Heel belangrijk, ja. Want gezonde voeding zorgt er gewoon voor dat je gezond blijft. En dat is toch wel het allerbelangrijkste wat je denk in je leven hebt. Je gezondheid, je allergrootste schat. Ja, en daar past wat jou betreft zo'n vaccin niet in? Nee, nou niet in eerste instantie. Ik ben nooit tegen vaccinatie geweest. Maar in de eerste instantie vertrouw ik op mijn eigen immuunsysteem. Ik ben ervan overtuigd dat als je gezond leeft, gezond eet en nog niet zo oud bent, hè, ik ben rond de 40, dan zou het moeten kunnen dat je het meeste zelf opvangt. Als je zelf gezond bent. Als je zelf gezond bent, ja. Hoe is het voor jou om nu weer volledig met coronapatiënten te werken? Ja, je doet de zorg natuurlijk weer met je hart. Maar ik merk wel dat mijn echte hart wel bij de cardiologiepatiënten ligt. En ook met name omdat je hier natuurlijk helemaal in isolatiekleding staat. Je kan niet echt jezelf zo geven aan de patiënt, omdat iedereen er toch van het soort hetzelfde uitziet. En ik vind het heel fijn om met mensen in contact te komen en dat ze weten hoe je bent. En dat je dat kan vervolgen de dagen daarna. Ja. En nu door alle wisselingen met personeel zie je dat er toch wel divers aan personeel staat op je afdeling. En daar zijn we natuurlijk super blij mee. Maar je eigen team ligt natuurlijk uit elkaar. Dus dat blijft schakelen.
ja. Zeker. Ja. En is het druk? Ja, het is echt druk. En wat maakt het dan druk? Want er ligt een patiënt in bed of er ligt een patiënt in bed. Is het dan meer uren, meer diensten? Wat maakt het dan zwaarder? Nou, soms zijn de patiënten ook echt zieker. Het is echt wel weer dat je ziet, afgelopen weekend moest ik werken. En toen in 2 diensten zijn er gewoon 3 mensen naar de IC gegaan. Door die drukte kan Jan dus niet geopereerd worden. Dit is de katheter die ik dus 2 maal daags bij mezelf in moet brengen. Die zit hierin. Die is tussen mijn duimen door zo lang. Ik denk alle mannen die nu kijken dat die denken... Dat is natuurlijk niet het meest prettige. Nee. Maar het helpt natuurlijk wel mee om mijn blaas goed leeg te maken 2 maal daags. En dat is dan weer tegen om blaasontsteking en zo zoveel mogelijk tegen te gaan. Want die moet je dus 2 maal daags gewoon in je penis inbrengen en dan helemaal naar binnen schuiven. Ja, en dan... En dan leeg laten lopen. Ja, die gaat dan even knijpen. Dit gaat echt helemaal naar binnen en dit is dan het buitenstukje om het dus af te tappen, zeg maar. Maar dat betekent dat je dus al 2 jaar lang 2 keer per dag dit moet doen, omdat je nog niet geopereerd bent. Ja, dat klopt. Want als je zo gauw je geopereerd wordt, want je hebt een vergrote prostaat. Ja. En zo gauw je daaraan geopereerd wordt, hoef je dit niet meer te doen. Nee. Maar ja, je moet dit dus altijd doen, ook als je op vakantie. Ja. Yep. Ja, hoe is dat, Arnie? Ja, hoe is dat? Is niet prettig. En ook gewoon als we gaan een dagje fietsen of we gaan wandelen. Het is toch altijd even, oh jee, ik moet naar het toilet. Ja. Ook al heeft hij 's morgens getetriseerd. Die urine blijft toch aanwezig dat hij toch de nood heeft om toch even stop te maken onderweg. Dan is het maar achter een boompje of struikje. Maar je moet toch even zijn plas doen, want anders dan krijg je gewoon een probleem dat het anders gaat. Ja, want hoe zit dat dan? Dan heeft hij de kans dat de broek nat is. Ja. Dus dat wil je ook niet. Want jij kunt je plas niet zo goed ophouden als wij dat kunnen. Nee, zeker weten van niet. Als ik echt in 1 keer de drang krijg, dan moet ik rennen. Dan ben ik weg. Ja. En dat katheter, zei je al tegen mij, dat is ook de oorzaak van dat je vaak blaasontsteking krijgt. Ja, dat klopt. Door het, hoe steriel ze ook zijn. Maar het kan altijd zijn dat er toch net iets, een bacterie mee naar binnen gaat. Ja, en dan is het bingo. Die blaasontsteking was dan op een gegeven moment echt vervelend. Want dan dacht je weer, was je nu maar geopereerd of werd je nu maar binnenkort geopereerd, dan kwam dat ook weer te vervallen. Maar Jan moet dus al zo lang wachten omdat er door de vele coronapatiënten geen plek voor hem is. Niet alleen in Nijmegen, waar hij geopereerd moet worden, maar ook hier in Ede is het ziekenhuis weer volgestroomd met mensen die erg ziek zijn geworden van een COVID-besmetting. Wat fijn dat u zo in de stoel zit. Gaat het ja, goed? Gelukkig. Ja, fijn. Ja. Ik hoorde dat het zuurstof goed was bij u. Ja. Dus ik ga de zuurstof ietsjes naar beneden draaien. Ja. En dan meten we straks het zuurstofgehalte ja. weer, ja? Nou, doen we de zuurstof er even om. Dat geeft toch even weer wat meer comfort en verlichting, hè? Ja, prima. Helemaal goed. U was heel benauwd. Hoe voelde dat? Oh, dat is vreselijk. En bloed overgeven. Ach jee. Kortademig. Ik ga geen ademen. En dat is benauwd, hè? Ja. Bent u geschrokken dat u zo benauwd bent van die corona? Ja, zeker weten. Ja. Want dit had ik nooit verwacht. En mijn kinderen ook niet. Nee. En u hoeft niet te antwoorden, maar mag ik u vragen of u gevaccineerd bent? Nee. Nee. Nee, want je hoorde zoveel. En ik wist niet meer van wat is nou goed en wat is nou slecht. Omdat ik ook benauwd had. Hè? Denkt u nu achteraf, misschien had ik toch dat vaccin moeten nemen? Achteraf, ja. Ja? Had ik het moeten doen, ja. Ja. Gaat u alsnog doen? Ja, zeker weten. Zeker weten. Sjaan gaat zich dus laten vaccineren omdat ze zo ziek is geweest. André en Julia uit Doesburg zijn gezond en fit. Zij willen zich niet laten vaccineren omdat ze vertrouwen op de kracht van hun eigen lichaam. Nou, waarom doen jullie het niet? Omdat we totaal geen geloof hebben dat dit experiment een medicijn genoemd mag worden. Ben je niet bang dat je jongste straks de gevolgen gaat ondervinden van ongevaccineerde ouders? Ergo, die gaat nu de hele sociale isolatie voelen.
Laat jij je testen als je naar een bijeenkomst of iets? Ja, we zijn twee keer geweest, dan weten wij dat we het niet hebben. Want je bent getest. Want ik ben getest. Precies. En de rest van de groep. En de rest van de groep, die kan het net zo goed hebben. Dus eigenlijk, als wij naar een feestje gaan, zijn de gevaccineerden meer gevaar voor ons dan andersom. Nou, wat het meest zware maakt, is dat je je moet verdedigen voor je eigen keuze, voor jouw lichaam. Je wordt weggezet. Ja. Je leven wordt zo klein en het is gewoon onrechtvaardig. Ook Eelco voelde zich door de maatregelen voor ongevaccineerden zo in de hoek gedrukt dat hij overstag ging. Je bent onder de druk bezweken eigenlijk. Ja, helaas wel. Toch laten vaccineren. Ja. Ja, gewoon omdat je anders... Nou ja, één, een stuk werk. Twee, sport. Hè. Ik kan niet zonder sport. Dus dan had ik nu met de nieuwe maatregelen had ik er gewoon vastgelopen sowieso al in sport. Nou ja, ik ben dan iemand die... Dan had je meerdere keren per week moeten testen. Ja, ja, meer, ja, daar komt het wel op neer. Ja. Dan had ik meerdere keren per week moeten testen. En ook, ja, laat ik het anders zeggen, op het moment dat er een 2G-regeling komt, ja, dan zal de test ook uitgesloten worden. Dus dan zou ik niet meer kunnen sporten op de manier zoals ik het eigenlijk zou willen. Ik bedoel, ik kan hardlopen, maar even lekker crossfitten had er dan niet meer in gezeten, nee. Nee. Carola, jij werkt in het ziekenhuis. Ja. En juist dan denk je van nou, die staat vooraan in de rij om dat vaccin te halen. Ja. Ik ben niet als eerste in de rij gaan staan, omdat ik sowieso niet aan het begin was nog heel weinig bekend over het vaccin. Ik heb zelf, naar mijn idee, een goed werkend immuunsysteem. Ik heb naar mijn idee ook geen onderliggend lijden. En ik ben niet boven een bepaalde leeftijd waardoor mijn immuunsysteem de werking daarvan achteruit zal gaan. Dus ik stond niet vooraan. Ik ben ook nooit tegen geweest. Ondertussen zorgt het bij jullie dus voor veel discussie. Ja, wrijving. Dus jij bent ook overstag gegaan. Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat het echt een rotgevoel was voor mezelf. Ik was er echt verdrietig van toen ik het vaccin heb laten zetten. Omdat ik er nog steeds niet echt achter kan staan. En ik kan niet achterstaan omdat er zoveel druk op ligt. Dat je iets moet doen. Met je lijf. Met je lijf, om je vrijheid in die zin terug te krijgen. Je zei al, je had er begrip voor omdat je zag dat in het ziekenhuis mensen lagen die heel ziek waren van de corona. Ja. En ja, we hebben natuurlijk golf na golf gehad. Nu gaat die piek ook weer omhoog. Heb je er nog steeds begrip voor? Een stuk minder. Hoe komt dat? Omdat dus... dat nou dus eigenlijk de OK's, of eigenlijk meer de IC's en alles, nu bezet zijn door mensen die eigenlijk ja, vrijwillig ongevaccineerd zijn. Maar die nu wel, de mensen die het wel goed voor hebben en die dus wel gevaccineerd zijn, die toch aan de kant schuiven omdat hun dan wel deze zorg wel willen hebben. En dan zeg ik op mijn beurt, jullie hebben dat toen gedaan, neem dan ook een stuk eigen verantwoording. En natuurlijk, die mensen moeten ook geholpen worden. Maar waarom moet dat wel dan ten koste gaan van anderen die al heel erg lang wachten? En daar bedoel ik niet alleen mezelf mee. Neem je het mensen die ongevaccineerd in het ziekenhuis belanden met corona, neem je ze dat kwalijk? Ja. Ik zeg niet dat dus de vaccinatie alles tegenhoudt, maar het dringt wel een heel stuk weg. Want er liggen natuurlijk ook nu gevaccineerden met ja, corona. Dat bedoel ik dus. Het neemt een heel stuk weg. Het neemt niet de complete, ja, misschien wel de, dus het neemt niet de complete besmetting weg, maar het zorgt er wel voor dat de mensen een stuk minder ziek zijn, tenminste een groot percentage. Kijk, en als je dan een klein percentage overhoudt, dat kan misschien nog wel een late allergische reactie zijn, wie zal het zeggen? Maar die dus helemaal niet gevaccineerd zijn, ja, die neem ik het kwalijk. En hoe sta jij erin, Annie? Ja, eigenlijk hetzelfde als wat Jan nu zegt. Ik hoef er niet veel aan te vullen. Ik ben het helemaal mee eens. Ja. Hij had al geopereerd kunnen zijn. Hij had al gewoon weer Jan kunnen zijn, wat hij altijd was.
Nou ja, ik vind sowieso dat iedereen zijn eigen mening mag hebben over zijn eigen lichaam. Dat dat een basisgedachte moet zijn van wil ik iets gaan nemen of niet. Of dat nou een medicijntje paracetamol is, of een spuitje, of een pilletje of iets anders. En heb je het gevoel dat je je nu continu moet verdedigen? Nou, ik heb het gevoel dat ik steeds minder dit als eigen keus mag bepalen. Dus dwang en drang komt van alle kanten op je af door beperkingen die ze totaal niet kunnen staven of kunnen onderbouwen. Ja, en hoe voelt dat voor jou, Julia, dat je er zo op aangekeken wordt dat je niet gevaccineerd bent? Boos, strijdlustig, niet willen opgeven. Ja, soms wanhopig, want waar gaat het heen? Ja. Heb je het gevoel dat je steeds meer wordt buitengesloten ook? Ja, natuurlijk. Daar liggen mijn nieuwe spulletjes die ik gekocht heb om te sporten. Want ik heb na 15 jaar abonnement op de sportschool afgezegd. Oh ja. In november. Je mag er wel heen als je laat testen, maar dat is dan wel weer... Ja, moet dat dan 3-4 keer in de week moet ik daarvoor testen. En een sportschool is in Doesburg en de teststraten zijn in Doetinchem of in Arnhem. Ja, of in Wiel. En je komt daar ook nog niet zomaar heen. Dus ben je ook bang dat het straks nog een stapje verder zal gaan en dat je alleen nog maar met een QR-code naar je werk kan of de winkel in? Ik ben daar niet bang voor, ik ben daar zeker van. En dat is waar het naartoe gaat. Ja, en wat doet dat dan met jou? Nou, met ons heel veel. Maar ik heb het idee dat heel veel mensen zoiets hebben, want ik heb toch een spuitje. Of ik hem nou genomen heb omdat ik erin geloof, omdat ik het maar gedaan heb. Maar die hebben dan een groen vinkje, dus die kunnen gewoon lekker door. Ja, en dus dat doet best wel heel veel, ja. En jullie zitten ermee? Ja. 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 Ondertussen heeft Jan een heugelijk telefoontje gehad van het ziekenhuis. Hij staat ingepland voor een operatie. Met Jan, goedemiddag. Mijn voorkeur is een ruggenprik. Ja, ik heb al enkele operaties ondergaan met een ruggenprik en dat is me zeer goed bevallen. We gaan er zeker vanuit aan elkaar de 16e zien. Want anders dan zou het niet goed zijn. Nou Jan, dat was ziekenhuis. Dat was het ziekenhuis, ja. Verpleegkundige van de opname en daar was ik heel blij mee. Ja. Mensen, tot zover heel blij dat het nog steeds op de rol zit, dat het nog steeds doorgaat, dat ik dus geholpen ga worden. En daar houden we ons even aan. We blijven bidden. En dat je dan na een paar dagen na die operatie dat katheter in de prullenbak kan gooien, hè? Ja, en wat ik over heb terugsturen. Retour afzender en een groot kruis achterna. Er wordt ook natuurlijk gezegd, als je gevaccineerd bent, is de kans dat je zo ernstig ziek wordt dat je in het ziekenhuis belandt kleiner. Hè? Daarmee ontlast je die zorg. Was dat voor jou geen argument? Nee, want dan komt bij mij weer het argument omhoog van, ik snap dat, maar waarom wordt er niet van de overheid dan ook meteen begonnen, een aantal maanden nadat de pandemie begonnen is, met het opschalen van die zorg. Oh. En dat heb je niet heel snel gedaan. Dat is niet realistisch om te denken dat dat binnen 3-4 maanden gebeurd is. Maar we zijn nu echt wel een hele lange tijd verder. En er is ook nog helemaal niks, maar dan ook niks gebeurd, om de zorg beter te krijgen. Ik denk ook dat corona altijd vanaf nu er zal blijven en dat we een weg zullen moeten vinden om hiermee te leven. Juist. En die weg, die zit hem in gezond leven, die zit hem in vaccineren van de mensen met onderliggend lijden en boven een bepaalde leeftijd. En die weg, die zit hem in het opschalen van de zorg. En dat zijn de dingen die we moeten doen. En als we met de vingers blijven wijzen en een tweedeling creëren in mensen, dan gaan daar mensen alleen maar heel verdrietig van worden. Je krijgt ruzies binnen families, gezinnen, dat wil je helemaal niet. Maar je wordt dan nu bij de club gevaccineerden? Ja. Ja. Hoe kijk je dan nu naar de ongevaccineerden? Ja. Nog steeds hetzelfde. Ja. Ieder mens zou zijn eigen keuze moeten maken. We leven in een land, een democratisch land. En de democratie is op het moment ver te zoeken, denk ik. Want democratie staat voor ieder zijn eigen keuze kunnen maken. We moeten ieder zijn keuze kunnen respecteren. Mensen maken hun keuzes wel overwogen, neem ik aan. Hebben ze goed over nagedacht. Doen ze niet om anderen te pesten of dwars te zitten. Wij willen ook meehelpen aan dat we hier zo goed mogelijk uitkomen, maar niet via de eenzijdige blik en niet via de tweedeling in de maatschappij die nu gemaakt wordt. Ik denk dat het heel triest is dat we dit op die manier doen. Wij moeten zo als maatschappij onze zorg regelen dat iedereen de juiste zorg op tijd kan krijgen. En dat is nu niet het geval.
Voelen jullie ook steeds meer dat wij zij? Ja, ja natuurlijk. Ja. Daar word je toch super verdrietig van? Ja, ik heb ook echt zitten janken in de auto. Maar moet je dan dat als reden gebruiken om vervolgens je wel te laten vaccineren? Dat is de dwang. Ja. En als wij als groep gebruikt worden van ja, de zorg kan niet doorgaan. Ja, dan denk ik van jongens, blijf even lekker polariseren. Wij worden egoïstisch genoemd, hè? Wij maken een egoïstische keuze. We denken niet aan de rest van de maatschappij of noem maar op. Maar inderdaad, iemand die dus een aandoening heeft en anderhalf jaar wacht. Ik verlang niets van hem of zij of haar. Zij komen naar ons toe en zeggen, neem dit vaccin, want dan kan mijn operatie doorgaan. En ik zeg, nee, ik voel me totaal niet prettig bij. Want na wat ik onderzocht heb, heb ik nog niet volledige vertrouwen in dat ik over 5 jaar niet met een ernstige aandoening te maken krijg. En niemand, echt niemand in deze wereld kan mij garanderen dat dat niet gaat gebeuren, want die data is er niet. Dus ze vragen iets van mij, zodat zij dan de voordeel van hebben, om iets te doen waar ik echt niet achter sta. Wie is egoïstisch dan? Zij zijn egoïstisch of ben ik egoïstisch? Terwijl ik gewoon een keuze maak, mijn persoonlijke keuze over mijn eigen lichaam. Een paar dagen voor de operatie neemt het ziekenhuis contact op met Jan. Je werd gebeld vrijdag. Ja, dat klopt. En dat was niet een hele leuke mededeling. Want? Want de opnameverpleegkundige die wist mij te vertellen dat dus de operatie van vandaag niet doorging. De geplande operatie waar ik dus al 2 jaar op zit te wachten. Dat is even een domper. Ja. En gewoon omdat er dus te vol ligt met corona, met COVID-patiënten. En nu na 2 jaar wachten weer nee. Weer niks. 0,0. Annie, hoe reageerde die? Ja, boos. Met allerlei woorden. Ja, terecht. Ik ook. Er werd even gevloekt. Ja, we hebben even de nodige woorden tegen elkaar gezegd over dat het niet doorging. Ja, grote teleurstelling. Ja, ik had het werk ook vanmorgen, ik vertel het gisteren vanmorgen weer, bij andere collega's, ja, die zeiden ook al, ja, hoe kan het? Ik zei, ja, het gebeurt gewoon, het overkomt je. Ja. Ja. Het ergste is eigenlijk dat ik nog mee door moet gaan waar ik al zo'n hekel aan had. Nou. Computer. Daarom. Ja.